Nou, ik ben heel benieuwd. Goedenavond. Als het goed is, zijn we nu gestart. Ik heb een beetje een, ik heb net een knop ingeduwd. En blijkbaar kan ik nu alleen nog maar stoppen. Dus het zal wel zijn dat we nu begonnen zijn. Goedenavond. Goedenavond, Diana. Dus je ziet mij in elk geval. En hoor je mij ook goed. Dag Saskia. Maar Rijken, er zijn nog steeds mensen die binnenkomen. Heel leuk. Ja, prima. Oh, fijn om te horen. Je bent in beeld. Karen, ben ik ook, ben ik ook te horen? Goedenavond. Goedenavond allemaal. Maya, gewenny. Um, ja, en je zie je, Esther, prima. Nou, als, je, als het goed is. Aan jullie kant zie je rechtsonder, dag Irene, het is gelukt. Blij ei, ik zie je met een brede glimlach. Je hebt er ook nogal wat moeite voor gedaan, wordt zeer geapprecieerd. Dag Christa, de Christa, de Christa die je ken, neem ik aan. Uh, ik vraag het omdat mijn naam uh, uh, verkeerd gespeld is, dat is niet erg, hè? maar daarom twijfel ik eventjes. Oké, okay, goeie avond, goed hoorbaar. Fijn, dankjewel. Nou. Het is wel spannend, zo moet ik zeggen. Het voelt een beetje als een nighttime café. En ik voel me nu ineens zoals uh, misschien een radiopresentator zich zou voelen. Buiten is het allemaal donker. Af en toe komt er nog een verdwaalde auto voorbij. En, uh, en verder. Hoor en zie ik jullie niet. En het zou zo fijn zijn, dan moesten we op de een of andere manier kunnen inbellen. En dat zou eigenlijk wel heel leuk zijn. Hè? We zouden zo'n testje kunnen doen. We zouden eens een, een experiment kunnen doen uh, met, uh, met WhatsApp, maar ik weet niet of dat, dat gaat. Of dat als mensen ah, de echte. <laughs> fijn, de echte Christa. Um, Goedenavond Christa, fijn dat je erbij bent. Ja, ik bedenk het nu ter plaatse, hè, maar ik denk dat het niet zo handig is als mensen gaan inbellen. Maar ik kreeg ineens zo'n visioen van, het zou zo fijn zijn om mensen te kunnen spreken. Um, voor de mensen die mij niet kennen. Um, misschien uh, wil ik eerst eventjes weten, denk ik, uh, of hier mensen zijn die niet... Ja, Zoom, ik weet het, Irene. Maar het heeft ook weer zo zijn nadelen. Um, zijn hier ook mensen die nog helemaal niks weten van de Dharma Hart Trauma Mastery Community op Facebook? Het kan zijn dat je niet op Facebook zit. Er zijn mensen die daar gewoon een hekel aan hebben of er gewoon niet op willen zitten. Uh, en er zijn mensen die wel op Facebook zitten, maar nog niet van die community gehoord hebben. Dus uh, laat even weten als je er nog niet van gehoord hebt. En ik ga meteen eventjes iets opzoeken. Ja, het gaat allemaal een klein beetje anders dan, uh, dan overdag. Ik voel het meteen al. Mijn tempo ligt ook ietsje lager. Ik hoop dat het allemaal niet te erg is. Ik denk het ook niet. Jep, pas lid geworden, Gerda. Nou, Chantal, ik ken het nog niet. Ik ben nieuw, zegt Harry. Uh, nou, er zijn in elk geval een aantal mensen die uh, dat nog niet kennen. Ik ga het even, als het goed is, zet ik dat in de speciale chat vanuit de presentator. En ik ben de presentator. Ga ik de link plaatsen van uh, de Trauma uh, Mastery Club. Zeker de moeite waard als je dit de moeite waard vindt. Of als je het de moeite waard vindt wat er uit mijn mond rolt. Uh, als je dat aan het denken zet, dan... Uh, kan je lid worden uh, van die club. En uh, ja, daar vind je meer uh, over verschillende onderwerpen. En uh, afgelopen week lid geworden, heel fijn. Nou, er zijn toch wel een paar mensen, voor mij helemaal nieuw. Uh, ik weet niet of je dan bedoelt dat je het helemaal niet kent... Of dat je er nog maar net bij bent. Want ik heb wel gezien dat de afgelopen weken ineens een hele bulk mensen tegelijkertijd uh, lid werd. Dus uh, dan heb je nog niet zo heel veel gezien. Hey, dag Rut, ben je er weer? Is het, is het de Rut? Grappig om te zien dat er uh, toch wel een aantal mensen zo van die nachtuiltjes uh, zijn. Ik was vroeger altijd uh, een nachtmens. Ik vond het heerlijk om s'avonds nog uh, van alles te doen. Ik zat zelfs... Ah, dag Rut. Je bent de Rut. Heel fijn. Cecilia, je kent het niet. Als het goed is, zie je het in de chat. Ik heb de link daar uh, geplaatst. en uh, Anders zoek je op Facebook uh, Darmahart Trauma Mastery of Darmahart Trauma. En dan kom je vanzelf wel in die groep. Uh, het is een besloten groep en je moet wat vraagjes beantwoorden voordat je erin kunt. Um, Oké, okay. verder is het wel gratis en het is privé, dus je, niemand kan zien dat je, dat je lid bent en dat je daar een post doet of uh, ergens op reageert. En dat is ook de bedoeling, hè. het moet, moet veilig blijven. Nou, een warme avond. Ik weet niet of het een warme avond is, Leen. Ik weet ook niet of ik je ken. Ik ken verschillende lenen. Um, eigenlijk alleen maar leuke lenen, dus ik hoop dat je ook een leuke leen bent. Goedenavond. En um, ja, ik vind het fantastisch. Uh, um, inmiddels zijn er toch wel behoorlijk wat mensen binnen. En, um, en dat is best wel spannend, want ik dacht: zou er wel iemand komen? Terwijl je hebt zo van die um, assessments die je kunt doen uh, van wanneer dat mensen eigenlijk naar jouw informatie kijken. Zowel op YouTube uh, heb ik wat filmpjes staan, als uh, op Facebook natuurlijk en in de groep. en... Uh, uh, je ziet zo van die statistieken waarbij dat er ineens heel veel volk op je website komt of uh, op je Facebookpagina. En uh, natuurlijk, heel goed. Um, en dan merk ik dat uh, veel, mensen die, uh, ja, veel mensen die blijkbaar toch tot mijn, uh, ja, mijn soort mensen uh, behoort... Dat die eigenlijk zo na 11 uur, tussen 11 uur en 3 uur zelfs, heel actief zijn op het internet. Ik krijg heel veel inschrijvingen voor de masterclass pas na 11 uur. En tussen smiddags 1 uur en pak een beet ja, 10 uur, s'avonds, is het eigenlijk ongelooflijk stil. Tussen smiddags 1 uur en 8 uur s'avonds is het heel erg stil. Ik ben een leuke Leen. Goed om te horen, Leen. Een leuke Leen. Nou, vind ik alvast fantastisch dat je dat van jezelf zegt. Hellevoetsluis, Sluis, Er zijn hier dus ook mensen uit Nederland, er zijn mensen uit België. Um, ja, fijn om, uh, fijn om te weten. Uh, ik kom zelf uit Nederland, maar ik ben nu in België, ik woon in België. Al een aantal jaartjes. En um, sinds 2014. Dus uh, ik begin al aardig wortel te schieten hier. En uh, soms zelfs tegen beter weten in. En ik denk zelfs dat ik niet meer zou kunnen wortelen of aarden in, uh, in Nederland. Dus uh, we zullen wel zien waar, dat het, uh, waar dat de wind mij naartoe brengt. Voorlopig zitten we hier. Ik zit hier in mijn praktijkhuis. En uh, dit is een houten huis wat we zelf hebben neergezet. En uh, wat heel stil is van de weg af aan de rand van het bos. Uh, weinig tierlantijnen. Um, ...eenvoudig en knus. En uh, het kacheltje heeft uh, de hele middag of de hele avond opgestaan. Dus het is hier aangenaam. En um, ja... Dus uh, sommige mensen hebben het hier al van binnen gezien. En die kijken vanavond ook. En er zijn mensen die met mij studeren. Sommigen al een tijdje en sommigen wat korter. En um, dat is ook eigenlijk... Uh, mijn droom om in plaats van cliënten in de praktijk studenten te hebben. En dat wil niet zeggen dat ik een academie opricht of heb opgericht. Uh, eigenlijk vind ik dat zelfs heel vervelend om te zeggen. Een academie, dan zou ik de directeur of de lesgever zijn. Ik ben graag de lesgever zoals vanavond, maar het liefste uh, doe ik aan interactie. Dus voor mij is dit uh, best wel een beetje aanpassen, zeker omdat ik uh, voornamelijk mezelf zie. En uh, niet dat ik het afschuwelijk vind om de hele tijd naar mezelf te kijken, maar het is wel op een gegeven moment voldoende. En dan wil je gewoon andere input hebben. Dus iemand bracht daarnet al op dat een Zoom-sessie natuurlijk uh, dan veel handiger is, want dat heeft weer andere nadelen. Dus uh, je moet ergens keuzes maken. Ik ben dus Esther, Esther Verwoord. En als je me nog niet kent, zeker lid worden van de uh, community, de Dharma Haar Trauma Community op Facebook... Uh, ook al ben je niet actief op Facebook. Uh, ik beperk mij ook tot de informatie die ik zelf gewoon handig vind om te hebben. En verder gebruik ik Facebook absoluut niet voor vrienden of voor uh, uh, hooguit voor elkaar een keertje een fijne verjaardag te wensen. Maar uh, daar hebben we niet de leukste gesprekken of zo. Die heb ik liever in persoon of aan de telefoon. Dus uh, als je, je daartoe beperkt, dan, um, ja, dan is het ook gezonder voor je. Ik bedacht me daar straks nog onderweg, want ik was uh, daar straks aan het lesgeven. En uh, om half tien uh, vertrok ik uit de zaal. En uh, onderweg naar huis dacht ik nog van: oh, dit is wel echt een heel fout tijdstip om nog aan je beeldscherm te zitten. Wat is in een name ja, verwoord met een D overigens. Um, een heel fout tijdstip om aan je beeldscherm te zitten. Nu, er zijn allerlei uh, fantastische middeltjes en uh, ik geloof ook bepaalde soort stenen die uh, de negatieve energie van je beeldscherm kunnen uh, neutraliseren. Ja, ik doe daar allemaal niet aan. Ik ben daar ook nog niet van. Ik heb geen kennis uh, van dat soort zaken. Dus ik ben wel een spiritueel mens, vind ik van mezelf. Ik ben ook met spirituele zaken bezig. Maar um, ik sta echt al met beide voeten op de grond. En uh, alles wat ik doe en alles wat ik zelf onderzoek, is um, gebaseerd op uh, directe waarneming. En um, alles wat ik samenstel, begint bij directe waarneming. En natuurlijk gaat daar ook weer van alles meteen mis. Maar dat maakt het ook zo interessant. Dus. Um, ik ga daar nog het een en ander over vertellen natuurlijk. Ik ga eerst eens even iets over mezelf vertellen. Ik heb geprobeerd om zo min mogelijk uh, dia's uh, te maken, omdat ik het uh, zelf altijd prettig vind om naar iemand te kijken. Uh, een bewegend gezicht, een bewegende mond. En uh, prettiger dan alleen maar dia's te zien. Af en toe zullen we ook eventjes een stilte nemen. En misschien is dat eigenlijk wel. Uh, Meteen het eerste wat ik zou willen doen. Eventjes de stilte nemen. om uh, voor jezelf te kunnen bepalen. hoe dat je hier graag vanavond wil zijn. Want uh, het is een experiment. Ik vind het spannend zo om 11 uur 's avonds. Uh, ik ga iets heel anders doen. of ik ga het weer anders doen. dan gisteren overdag. En, uh, en dan gaan we wel zien wat, uh, wat dat uiteindelijk. Voor, voor mijn gevoel het beste naar voren komt. Um, maar de houding waarmee je hier vanavond bent, als je, als je daar even over nadenkt, wat voor jou, zeg maar, de meest productieve of de meest en ook de meest aangename, degene die het minst energie kost, uh, welke houding zou je dan moeten aannemen om de informatie goed binnen te krijgen? En ik denk dat we dat allemaal wel aanvoelen, hoe dat we het beste kunnen zijn om zoveel mogelijk profijt te hebben van de tijd die hier toch maar vanavond insteekt. En um, ik heb wel wat reacties gekregen gisteren ook, uh, die eigenlijk allemaal leiden naar een open, aandachtsvolle houding, kalm en alert. En uh, ontvankelijk. En het grappige is dat in welke staat van zijn dat je ook bent binnengekomen of in deze sessie bent binnengekomen. Uh, ik heb zelf dat ook gemerkt. Op het moment dat ik uh, iets doe waar ik uh, belangstelling voor heb, waar ik nieuwsgierig naar ben, uh, dan kan ik, ongeacht in welke staat van zijn dat ik ben, daarvoor kan ik gewoon met één vingerknip mezelf in de juiste staat van zijn brengen. En dat is de magie. En we vergeten dat. Het ontsnapt aan onze aandacht. Wat we daar eigenlijk doen. We vinden dat doodnormaal. Maar eigenlijk, als je erbij stilstaat, dat je je gedurende de dag zo vaak laat afleiden. En zo vaak met je aandacht bij totaal iets anders bent dan waar je eigenlijk bent of waar je zou moeten zijn, uh, met alle gevolgen van dien, dat je zo vaak onrustig bent, misschien vaak je mobiel uh, of je gsm checkt, uh, verloren momenten invult met, met eigenlijk uh, onzin of met niks, met afleiding, tijdschriftjes, geblader, want eigenlijk is je gsm gewoon een verzameling van tijdschriftjes. Um, we moeten altijd iets doen. We, we, we zijn nooit gewoon, maar we zijn nooit zo maar gewoon. Terwijl op het moment dat we onszelf in die staat van zijn brengen, omdat je ook wel beseft dat het geen enkele zin heeft om hier te gaan zitten met je armen over elkaar en het zal mij wel eens benieuwen. En uh, ik denk toch dat het helemaal niks wordt. Um, die houding, daar bereik je niks mee. En. Ja, ik zou dat eigenlijk eens willen dat je er eventjes over nadenkt en tot je door laat dringen. Dat jij dat zelf kunt doen. Dat jij dat zelf kunt besluiten. En dat je dat kunt doen. En dat het best kan zijn dat je over vijf minuten uh, verveeld bent. Of over vijf minuten met je aandacht ergens anders bent. Of dat je ineens moe wordt. Uh, dat je enorm moet gaan geeuwen, noem het maar op. Dat kan allemaal zijn. En toch kun je beslissen. Ik zeg het woord geel en er komt een geel op. En toch kun je beslissen dat je gewoon um, aandachtig bent, nu. En neem eens eventjes de tijd voor welke houding dat je intern daarvoor aanneemt en ook welke houding dat je met je, met je lichaam aanneemt. Wat is de houding die je met je lichaam aanneemt, zodanig dat het aangenaam is. Wat we eigenlijk doen is we vertellen ons zenuwstelsel wat de beste houding is om op een aangename manier nieuwe informatie te ontvangen. En dat is het allerbelangrijkste aller belangrijkste stukje van het hele verhaal. Als je dat niet hebt, dan, dan gebeurt er niets. En als je dat wel hebt, of als je dat wel doet, dan kan de magie beginnen. Dus um, wat ik eigenlijk wil zeggen is, want ik heb niet helemaal gelijk, dan gebeurt er niets. Dan gebeurt er wel degelijk iets, maar niet iets bewust. En je kunt er ook weinig van leren, omdat je er niet aandachtig voor bent. Op het moment dat je het besluit neemt om de informatie tot je te krijgen, kun je volgens mij zelfs een beetje in slaap vallen. Maar je hebt het besluit genomen om de informatie tot je te laten komen en die komt dan ook tot je. Het grappige is, en misschien realiseer je dat ook niet, is dat je eigenlijk altijd aan het zoeken bent en vanuit dat zoeken. Aan het creëren bent en als je stopt met zoeken, dat je nog steeds aan het creëren bent. Dus hoe dan ook, als je hier verschijnt vanavond, als je je ook maar enigszins in de juiste staat van zijn brengt, dan weet je al dat er in elk geval iets binnen zal dringen wat jij nodig hebt. Het gaat dan ook exact datgene zijn wat je nodig hebt. En ik kan dat niet bepalen. Laten we zo zeggen, mijn bandbreedte probeert zo groot te zijn. En afhankelijk van jouw staat van zijn, komt er een deel daarvan, of nog een kleiner deel, of een heel klein deel binnen. Maar hoeveel dat er binnenkomt, is eigenlijk niet echt van belang. Als datgene wat er binnenkomt, maar voor jou van het grootste belang is. En daarom had ik een. Uh... Ah, hebben jullie ook stilstaande beelden? Oké. Okay. Hmm. Is dat zo? Dan ga ik eens eventjes. Geef dat eens even door als er meer mensen zijn die een stilstaand beeld hebben. Misschien moet ik dan toch eventjes van uh, computer veranderen. Het is namelijk heel vervelend. Ik niet. Soms. Nee. Hier is alles oké. Okay. Ja, het kan toch zijn dat het. Ah, Diana is ook oké. Okay. Kleine freeze. Enkele seconden. Het is wel lastig kijken, hè? En sommige mensen niet. Hmm. Ja, ik ga toch eventjes verder, omdat ja, als de meeste mensen... Christa ook niet, is goed om te horen. Als de meeste mensen er geen last van hebben, dan kan het zijn dat het toch aan je, aan je wifi uh, ligt. Um, dus ik ga even door. Ik had een mail gestuurd. En um, in die mail... Had ik het over luisteren. Ik krijg net een, een, een chat binnen over luisteren. Um, en als je goed wil luisteren, of als je luisteren wil naar, als je goed wil luisteren, daar moet ik eigenlijk mee beginnen. Dan ook heb je de juiste houding nodig. Daar, is Louise. De juiste houding nodig om te kunnen luisteren naar iemand. En uh, we staan daar ook niet bij stil. Maar op het moment dat we bijvoorbeeld samen met iemand zijn die we graag mogen en uh, die begint een verhaal te vertellen, dan luisteren we anders dan als we bijvoorbeeld in een klaslokaal zitten. Nee? En uh, het ligt aan de informatie, aan de soort informatie, het ligt aan de persoon, het ligt aan de manier waarop die persoon spreekt. Of het dwingend is, of dat het uh, rustig en... Niet dwingend is, um, of het interessant genoeg is, of dat het um, persoonlijk is, of dat het algemene informatie is. En als jij de juiste informatie vanavond tot je wil nemen, dan is het ook belangrijk dat je weet hoe je luistert. En het kan zijn dat je een bepaalde manier van luisteren gewoon bent, en dat is bij de meeste mensen zo, die jou eigenlijk in de weg zit om de juiste informatie eruit te halen. En daarom had ik een mailtje gestuurd over de, de kunst van het luisteren. En ik ga dat toch eventjes overlopen, gewoon om met jullie samen te kijken. En bepaal dat even voor jezelf hoe dat je normaal gesproken luistert. Wat ik vaak meemaak als ik kijk naar cliënten, maar ook studenten, mensen die ik regelmatig spreek, beroepsmatig, dan uh, merk ik vaak dat mensen luisteren. En we noemen dat dan slecht luisteren, maar eigenlijk is dat. Luisteren, niveau 1. Uh, luisteren naar wat je al weet. Luisteren naar, ah ja, ja, ze, gaat, ze heeft het hierover en ik weet al waar ze het over heeft en ik weet al wat ze dadelijk gaat zeggen. Zo hoorde ik vroeger mijn moeder met haar zus spreken en dan ook nog in een, een ongelooflijk dialect. Dus het, uh, het was een heel grappig uh, toneelstukje. Waarbij ze zelfs dwars door elkaar heen spraken. En ik snapte er helemaal niks van. Dat ze dat konden. En ze hadden het zelf niet eens in de gaten. Dus toen ik jaren later ernaar vroeg van, maar, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Want hoe kun je nu luisteren naar iemand en tegelijkertijd praten? En toen bleek eigenlijk dat iedere keer als ze samenkwamen voor een kopje koffie, dat het eigenlijk een soort van ritueel was van steeds dezelfde onderwerpen die elke week voorbij kwamen. En. Het ging er niet om dat die onderwerpen dat die zo belangrijk waren. Het was het samen zijn en even elkaars geluid horen. Even elkaar voelen. Want eigenlijk hadden ze die informatie ook wel opgenomen. Omdat ze zo aan elkaar gewend waren en aan de manier van spreken. Dat, ze, dat alles, alle kanalen open stonden. Maar het leek alsof ze helemaal niet luisterden. Alsof ze gewoon... Voortdurend op elkaar, um, elkaar zinnen af gingen maken. En wat ik hoorde, was elke week bijna hetzelfde. En toch hoorden zij iedere keer iets anders. Dus luister jij om, om iemand zijn zin af te maken, of luister jij op een andere manier? En wat ook veel mensen doen, is, um, merk ik, is luisteren naar informatie die je nodig hebt. En op de momenten dat je denkt, hier gaat het over iets wat ik niet nodig heb, afhaken. En ik garandeer je dat daar waar je de aandacht even verliest omdat je op die manier luistert, dat daar goud zit. En ik heb dat al meerdere malen meegemaakt. Dus luister je vaak zo op die manier, dan mis je ook informatie die van belang kan zijn. En dan heb je een, een derde niveau van luister en daar komt alweer wat gevoel. Op welke manier zit daar goud? Ik ga daar later op terugkomen. Iedere keer als ik zeg daar zit goud, dan betekent het eigenlijk dat ik wil zeggen dat je iets mist. Terwijl als je daar aandacht voor zou hebben, dan zou je iets kunnen leren. Dan zou je iets kunnen leren wat je elke keer weer mist. Omdat je het uit gewoonte mist. En ik kan dus niet zeggen wat het is, omdat het altijd iets anders is en dat het persoonlijk is. Dus ga er maar even vanuit dat ik dan bedoel dat je iets mist. En het is verborgen goud. En goud bedoel ik mee een gouden ader, een goudader. Uh, wat kan ik dus niet zeggen? En het is, ja, L, ik, ik zal je maar L noemen. Um, wat dat is, is persoonlijk. Want dat is voor jou iets anders dan voor mij. Laika. Oké. Okay. Um, als je wat meer gevoelsmatig luistert, en niet alleen maar met de oren en vooral met de hersenen, hè, met je brein luistert naar wat iemand eigenlijk zegt, letterlijk zegt, maar als je luistert met je lijf en luistert met een gevoel, zodanig dat als je luistert naar iemand zijn woorden, dat je een bepaald gevoel krijgt, en dan ben je al een stapje verder. Dan krijgt het luisteren al meer kleur en meer gelaagdheden. Maar je gevoel kan mis zijn. Je kan je voorstellen. Uh, ik heb het vanmiddag nog gehad dat ik iets aan het zoeken was. En ik kon het niet vinden. En ik was bang dat ik het kwijt was. En op dat moment stelde mijn dochter mij een vraag. En ik denk dat ze me dat wel drie of vier keer gevraagd heeft, omdat ze merkte dat ik niet luisterde, omdat ik gestresseerd was. En uh, er gebeurde iets op de achtergrond en ik zei eigenlijk uit gewoonte ja, terwijl ik helemaal niet beschikbaar was. Dus gestresseerd zijn, ja, dan, dan ga je ook nooit goed kunnen luisteren. Tussen de woorden doorluisteren, ik zie het hier opgeschreven. Dat is eigenlijk nog een stapje hoger. Tussen de woorden doorluisteren zonder naar tussen de woorden te kijken. Zonder te wachten op de pauzes tussen. Nee, het is een luisteren vanuit een. klaar zijn om te ontvangen. Te voelen wat het met je doet, maar ook weten dat wat je. wat voor gevoel dat je krijgt, dat het niet altijd juist hoeft te zijn. Het kan heel interessant zijn om dat te gaan onderzoeken. Ook dat verschilt van persoon tot persoon. Dus dat is. Um, heel uh, interessant om dat na te gaan hoe dat iemand luistert en waarom iemand bepaalde stukken steeds mist. Waarom dat je bepaalde stukken mist heeft ook te maken met bepaalde patronen die in jou aanwezig zijn, die in je hersenen zitten, die in jouw systeem zitten en die afhankelijk zijn van de ervaringen die je hebt opgedaan. Luisteren zonder oordeel, zonder verwachtingen. Zonder te benoemen, zonder te willen begrijpen. Het grijpen naar dingen sluit andere dingen uit die, uh, waar, ja, die jou niet meteen iets zeggen. Nieuwsgierig zijn naar wat zich ontwikkelt, maar ook naar wat zich niet ontwikkelt, ook naar wat er niet gezegd wordt. Ja. En beseffen. Dat hoe je luistert altijd gekleurd is. Gekleurd wordt door jouw ervaringen die je in het leven hebt opgedaan. Gekleurd door de cultuur waar je uitkomt. Door een eventuele godsdienst waar je in opgevoed bent. Door het gezin waar je uitkomt. En de taal die daarin gesproken werd. De familie. Uh, de mensen waarmee je groot geworden bent. Je vrienden je zusjes en je broertjes. Um, die taal die je spreekt, zo ben je ook gaan luisteren. Dus echte nieuwe dingen horen kun je alleen maar als je daar bewust van bent en dan jezelf zo neutraal mogelijk en zo, um, zo veel mogelijk zonder oordeel opstellen. En zodra je een oordeel voelt, dat niet meteen voor waar aannemen. Oké. Okay. Dat gezegd hebbende Ga ik me toch uh, eventjes gaan introduceren. Uh, omdat ik een titel heb gemaakt voor deze het uh, webinar. Voorbij het oordeel ligt je geluk? Ik had daar eerst staan voorbij je oordeel. Het oordeel wat van jou komt, is jouw oordeel. Maar. Ik heb het over het oordeel. En of het nu over jouw oordeel of over dat van een ander gaat, daar gaan we het zo direct over hebben. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Het gaat over het oordeel. En als je voorbij het oordeel geraakt, daar ligt je geluk. Wat ligt daar namelijk? Jouw weg naar vrijheid en autonomie. Ik las. Um, Vlak voordat ik hier naartoe kwam, vlak voordat ik eigenlijk les ging geven, las ik een, een, prachtige, een prachtig kort gedichtje. En uh, het is van Rupi Kaur, een Indiase dichteres. Nog een jonge dame, heel wat heeft meegemaakt. En ze schrijft: I became confident once I decided that having fun was far more important dan my fear of looking silly. En het gedicht heet Dancing in Public. Ik werd ik kreeg zelfvertrouwen toen ik besloot dat het hebben van een beetje lol of het hebben van lol meer en veel belangrijker was dan mijn angst om mezelf voor gek te zetten. En ik denk dat daarin weer hetzelfde aanwezig is als het besluit om op een bepaalde manier te luisteren. Op een bepaalde manier besluit je daar dat het zo is en geef je jezelf de toestemming en ook de middelen om die klik te maken. En dat is een van de dingen, dat is heel wonderlijk. Ik vind dat geweldig om dat bij mensen te zien, mensen die zichzelf dat toestaan. En dan die eerste stapjes maken en van die eerste stapjes wordt dat enorm. En dat is mijn werk, dat is uh, wat ik doe. En uh, eigenlijk omschrijf ik wat ik doe uh, als werk waarbij ik mensen bewust maak van het feit dat bewust worden van de dingen waar je nu nog niet bewust van bent, dat die voor jou enorm belangrijk zijn om stappen voorwaarts te zetten. Om jezelf te ontwikkelen. In plaats van alsmaar nieuwe kennis op te doen, is alle kennis al aanwezig. Ze ligt alleen te wachten in de schaduw, in het donker, gemaskeerd onder laagjes van gewoontes en gewoontepatronen. En uh, ik bekijk alles door de lens van trauma. Dus als je dat in combinatie brengt of in verband brengt met trauma. Dan kan je wel stellen dat trauma dat proces lastiger maakt. Trauma laat ons minder snel toe om dat besluit te maken, om onszelf iets toe te staan. Um, het, het interfereert eigenlijk met ons gevoel van vrijheid en autonomie. En dus is het nog belangrijker om die mensen. Te wijzen op het feit dat bewustwording de eerste stap is, en ook de laatste stap. En dat bewustwording ook wanneer je last hebt van trauma, jou vrij kan zetten. En jou je eigen leven kan laten leiden. Wat altijd kan. Je kan het zelfs nu nog doen. Je kan het nu op dit moment doen. Uh, hoe doe ik dat? Even in het kort. Um, ik heb een eigen praktijk, dat is het huisje waar ik nu in zit. Um, ik doe dat in de community, de Dame Hart Trauma Mastery Club. Ik doe dat samen met mijn echtgenoot, um, die uh, een eigen praktijk heeft ook, maar op een andere manier werkt en met andere uh, mensen. En uh, we doen dat ook online en we doen dat in de praktijk live, één op één, of in groepen. En dat gaat allemaal over bewustwording en speciale trajecten die we met de mensen daarin doorlopen. De vorige uh, masterclass van gisteren begon ik met um, een aantal waarschuwingen die je hebt gekregen, maar die je in de wind hebt geslagen. En dat klinkt heel negatief. En eigenlijk gaat het ook weer over die dingen, die, die stukken die verborgen liggen. Um, Waarschuwingen die je eigenlijk niet hebt opgemerkt, of die je misschien wel hebt opgemerkt, maar niet toe hebt geschreven aan een gebrek aan vrijheid en autonomie. Iets dat je jezelf hebt aangedaan en dat weet je misschien zelf ook niet dat je jezelf dat hebt aangedaan. Dat is een sluipend proces en dat begint al zo jong dat je ermee vergroeit. En vanmiddag hoorde ik het nog iemand zeggen en het is absoluut waar. Eigenlijk zijn wij de eerste zeven, acht jaren zo open en zonder oordeel dat we volledig gekneed en voorgeprogrammeerd worden door alles wat er in ons leven gebeurt. In eerste instantie door wat onze ouders doen of niet doen. Hoe ze zich gedragen naar ons, naar zichzelf toe, naar elkaar toe. En hoe ze oordelen over anderen en over jou. En dan in tweede instantie je zus of je broer. En vervolgens familie, vrienden, kennissen, schoolvrienden of klasgenoten, leraren. En wat je allemaal nog op je weg tegenkomt. En kort gezegd, die eerste acht jaar, eigenlijk de eerste zeven à acht jaar, zijn we zo ontvankelijk. We zijn net sponsen. Dat we alles zo in ons opnemen dat het gewoon gewoon wordt, en dat we soms niet eens opmerken dat het leven wat we hebben ons onnodig geschaad heeft, ons onnodig klein gemaakt heeft, ons eigenlijk niet geleerd heeft vanaf dag één te zoeken naar vrijheid en onze creativiteit toe te laten en autonoom zelf te kunnen beslissen hoe dat we het willen doen in het leven. Terwijl we dat volgens mij, als we daarin absolute vrijheid krijgen, met als vangnet de mensen om ons heen, die onbevooroordeeld en zonder oordeel ons zullen opvangen, omdat dat de enige juiste manier is om ons, ons eigen uh, navigatiesysteem te ontwikkelen en ons eigen weg te vinden, ons eigen pad te maken. En dat wordt onderbroken. En dat gebeurt. Elke generatie weer. Dus eigenlijk is het zo eenvoudig, en ook tegelijkertijd zo groot en zo complex, dat we allemaal meewerken aan dit gebeuren, elke keer weer. En dat we ook meewerken aan het feit dat we zeggen: het valt allemaal wel mee. We overleven het wel. Het viel wel mee. Het was zo erg niet. Ik heb dat jarenlang gedaan. Alles wat mij overkomen was, ik besefte niet dat als ik dat allemaal vertelde, dat dat niet normaal was. Maar ik beschouwde het als normaal. Ik wist niet beter eigenlijk. En ik denk dat er heel veel mensen zo zijn die niet beter wisten of weten. En zodra ze erachter komen dat ze eigenlijk beter weten, besluiten dat het zo erg niet was. En op dat moment sluit je de ogen voor invloeden die al in die jonge leeftijd, die eerste zeven, acht jaren, pardon, zijn binnengeslopen, welke patronen dat die gelegd hebben. En die hebben bijvoorbeeld veroorzaakt dat je brein zich op een andere manier ontwikkeld heeft. Dat je gevoeliger bent voor bepaalde zaken. Dat je misschien wel hypergevoelig bent. Dat je misschien wel hypergevoelig bent, maar dat je het ontkent omdat het lastig is. Dat je dus leeft met een hypersensitiviteit en dat je ook leeft met de schaamte daarvan. Of misschien ben je wel helemaal niet gevoelig. Heb je je gevoel uitgeschakeld? Um, je vindt dat dus ook normaal. Wat jij maar meemaakt, wat jij creëert, wat jij voelt of niet voelt, is voor jou volkomen normaal. En dat is zo gegroeid omdat jouw van begin af aan jouw navigatiesysteem is afgepakt. Je bent ook volledig afhankelijk de eerste 7, 8 jaar. Wij zijn de meest afhankelijke zoogdieren die er bestaan, afhankelijk van onze opvoeders. En zelden of raar heb ik mensen, ouders ontmoet, mijzelf inclusief. Die het voor elkaar krijgen om op die manier met hun kinderen te zijn. En waarom gebeurt dat? Want als je kinderen krijgt, dan neem je je voor om de beste moeder of de beste vader te zijn. En dat loopt niet zoals je wil. Dus als het niet loopt zoals je wil, wat doe je dan? Dat heb je geleerd vroeger als kind van je eigen ouders. Dan weet je het niet meer. En dan val je terug. Op oude patronen die je hebt gezien van je ouders. Uit angst dat het anders misgaat. En dat is voor mij, en dat is lastig om dat heel goed onder woorden te brengen, omdat het zo'n complex gegeven is en tegelijkertijd zo doodsimpel. Dat is voor mij de belangrijkste reden dat ik mensen wil uh, leren over dat ze. Dat we dit allemaal hebben, dat, dat dit ons allemaal overkomt. En dat omdat je hier bent vanavond, je heel goed weet waar ik het over heb. Dat het voor jou ook geldt. En dat betekent niet dat je vroeger als kind tot moes geslagen moest zijn om nu te kunnen zeggen, ik heb een trauma. We hebben allemaal een trauma. We zijn er ons alleen niet allemaal bewust van. En die traumasporen die zijn ook niet erg, als we er maar iets mee doen. Want als we er niks mee doen, dan geven we ze door. En we geven ze niet door door erover te praten of door ze uit te acteren. We geven ze ook door door ze te negeren en ze te ontkennen. En daar zit het echte vernein. Als we er maar niet naar kijken en doen alsof het niet bestaat en we spelen als het ware een theater. Voor de mensen om ons heen en met name voor onze eigen kinderen. Kinderen voelen die gelaagdheid. Kinderen zijn een spons en voelen alles wat er niet gezegd wordt. Alle gaten en alles tussen de woorden in. Alles wat je niet laat zien. Alles wat je niet uit, maar van diep van binnen voelt. Hoeveel ouders houden eigenlijk iets wat ze diep van binnen voelen, voor zich en durven het niet te doen? Uit te spreken uit angst dat hun kinderen het verkeerde voorbeeld aannemen. Er zijn zelfs ouders die stiekem dingen doen buiten het zicht van hun kinderen. Omdat ze bang zijn dat hun kinderen het anders merken. Die hebben het al van mijlenver gevoeld. Die zijn volledig met ons verbonden. Jij was dat als kind vroeger ook en we zijn allemaal kind geweest. En we hebben allemaal het verdriet gevoeld en de woede gevoeld terwijl we niet wisten waar het over ging. Zo heb ik jarenlang gepiekerd over hoe dat het kwam dat ik iedere keer als het over baby's ging, en toen had ik zelf nog geen kinderen, zo enorm verdrietig werd. Een enorme golf van verdriet kwam er naar boven en die onderdrukte ik natuurlijk, want ik dacht: wat ben ik nou toch voor een zemelappig mens dat ik iedere keer zo verdrietig word als het over baby's gaat? Ja. En. Wat bleek nou? Er zat een heel verhaal achter waarvan ik wel een klein beetje wist hoe het zat. Mijn moeder, die van het kind wat na mij kwam, uh, dat was een, een, ja, een kind wat doodgeboren werd. Um, en mijn moeder heeft dat kind nooit kunnen zien, er nooit afscheid van kunnen nemen. Uh, je hebt van die pedagogen of. Uh, Ziekenhuispersoneel of dokters die vinden uh, dat het op die manier moet gebeuren. En nou dan gebeurt dat ook. En um, mijn moeder heeft daar tot op de dag van vandaag nog moeite mee. Heeft ze daar verdriet van? Ze kan er niet over spreken. Heimweenaar. Um, ziet het gezicht van dat kind nog regelmatig in de dromen als ze niet goed in haar vel zit. Natuurlijk kan ik dat. Ik was toen amper twee jaar oud. Ik kan dat absoluut gevoeld hebben als kind. Het zal je maar overkomen als moeder. En je hebt nog een kind van twee waar je voor moet zorgen. Waarschijnlijk doet die moeder haar best om dat te maskeren en daar niet over te hebben en die gevoelens niet te laten zien. Maar toen ik zelf kinderen kreeg of ik zelf zwanger werd, voelde ik het en wist ik het zeker dat ik dat verdriet had overgenomen van haar. En zelfs de woede had overgenomen. Terwijl ik het niet had meegemaakt. Dus wat we ook doen, dan kun je ook zeggen ja, dan is het helemaal hopeloos. Wat we ook doen, we geven het door. Maar dat is voor mij de belangrijkste reden om aan jezelf te werken. En jezelf op een zo zuiver mogelijk pad te zetten. Zodanig dat je weet wat van jou is en wat van die ander is. En dat je weet dat het. die ander zijn verantwoordelijkheid is. om voor zichzelf hetzelfde te doen en te doorwerken. En het. Te zuiveren. In elk geval raakt het niet verstrengeld en geef je niet zomaar blind iets door. of zelfs wetende dat het, dat het wel zo is, maar je er niet aan werkt en op die manier doorgeeft. Het kan. het zou nooit jouw euh, jou doen moeten zijn dat dat gebeurt. Hier stopt het. Dus als je kinderen hebt, of er zijn kleinkinderen of kleinkinderen onderweg. Of als je voor kinderen zorgt, of je hebt kinderen in de buurt. Iedereen heeft wel eens een neefje of nichtje of iets dergelijks. Of uh, kindjes van vriendinnen. Um, je hebt die verantwoordelijkheid naar de volgende generatie toe. Kan je daar iets bij voorstellen? Of vind je dat dat te zwaar op de, op de hand is? Of wil je liever niets weten? En ik denk als je vanavond hier bent, dat je wel degelijk iets wil weten, anders zou je hier niet zijn. Ik ga even kijken. Ja. Ja, in die tijden, het wordt al geschreven. Nee, ik, ik, ik ga niet overal op in, want het is wel interessant, maar dat is een ander onderwerp. Um, men oordeelde anders hè, over wat gezond was en wat, uh, waar dat de moeder bij gebaat was. Ik ga even uh, terug naar uh, de presentatie. Want. Um, ik had het over die verborgen dingen. De dingen die je eigenlijk niet merkt, maar toch gemerkt hebt. Maar die je niet toeschrijft aan de dingen die je nog niet hebt opgelost. Je krijgt eigenlijk voortdurend waarschuwingen. Waarschuwingen van het universum. En een van de waarschuwingen is dat je steeds hetzelfde in je leven ervaart. Dus. Als je maar je leven maar niet verandert krijgt, dan kan het zijn dat je telkens struikelt over hetzelfde spoor, hetzelfde, um, hetzelfde verborgen spoor. Dat je steeds hetzelfde doet, waardoor je steeds hetzelfde krijgt, maar dat je niet ontdekt wat je eigenlijk steeds hetzelfde doet. En dat spoor, dat moet je ontdekken. Zodanig dat je het letterlijk als een spoor, als een rails ziet liggen. En kunt zeggen: Oké, okay, daar start het. En dat veroorzaakt het. En nu heb ik het vast. Wat ga ik ermee doen? Ga ik het verleggen? Ga ik het in stukjes hakken? Ga ik het ontrafelen? Wat ga ik ermee doen? Oei, ik ben eraan gehecht. Zo doen we dat nu eenmaal. Maar ja, dan krijg ik wel steeds hetzelfde leven. Ik moet even denken aan mezelf. Uh, een tijd waarin ik. Um voor alles en voor iedereen klaar stond. En uh, zelfs s'nachts in mijn bed uh, me druk, druk lag te maken over uh, andere mensen. Terwijl ik zelf toen ook al uh, twee kinderen had waar ik me beter mee bezig kon houden. En die heel wat uh, te verstouwen hadden. Dus uh, ik had heel veel mensen om me heen die mij ook nodig hadden. Elke dag kwam er wel iemand met een probleem. En aangezien ik al een eigen praktijk had en uh, een studio, ik had een yogastudio op dat moment, waren er ook heel veel mensen die regelmatig bij mij uh, voor niks eventjes advies kwamen vragen. Ze kwamen niet echt een afspraak maken, ze kwamen gewoon even op de thee voor de gezelligheid. En ik dacht dat het vriendinnen waren. We gingen ermee wandelen, ik ging ermee de stad in of een eindje fietsen of een keer picknicken. En altijd ging het over hun... Situatie, hun problemen. En ik dacht eigenlijk van ja, maar dat komt waarschijnlijk door mij, want ik ben nu eenmaal gefocust op hun problemen, wat voor een deel ook wel zo was. Want later kwam ik er ook achter dat als ik me maar concentreerde op hun problemen, dan hoefde ik in elk geval niet met mijn eigen problemen bezig te zijn en met mijn eigen gevoel daarover. Vooral ook omdat ik niet wist wat er precies aan de hand was, het was een soort van ruis. Een soort storing op de lijn die voortdurend aanwezig was. Kon ik maar beter niet mee bezig zijn. Maar als, ik steeds het, als je steeds hetzelfde doet, dan ervaar je steeds hetzelfde. En eigenlijk wordt het alleen maar in negatieve zin sterker. Het veranderde nog wel een beetje in die zin dat er meer mensen bij kwamen. Die steeds mij als het ware helemaal leeg zogen. Iedereen vond het ook doodnormaal dat ik al mijn tijd gebruikte voor andere mensen. En ik had het gevoel dat ik op een bepaald moment moest strijden om voor mezelf tijd en ruimte te nemen. Dat het eigenlijk not done was. Dan moest ik van alles uit gaan leggen. En je kent het wel: als je van alles uit gaat leggen, gaan mensen er nog commentaar op geven ook. Er komen steeds negatieve mensen op je pad. Dat is daarmee verwant. Als je steeds hetzelfde doet en steeds voor andere mensen klaar blijft staan. En dan krijg je geen mensen op je pad die voor zichzelf kunnen zorgen en die iets interessants te vertellen hebben. Het zijn vooral de mensen die jou nodig hebben of een ander nodig hebben. En het is fijn als mensen je nodig hebben. En dus trap je er eventjes in. Ja, dat levert pijn op. En niet alleen maar fysieke pijn, het levert ook fysieke pijn op. Maar uh, ja, ook hartepijn, emotionele pijn en steeds meer. Je ervaart ook steeds meer stress. Je hebt het gevoel dat je je leven niet kunt leiden, dat je je leven niet aan het lijden bent. En, dat heb ik net al gezegd, als je dan eens een keer iets voor jezelf wil doen, dan voel je je afgewezen. Of uit angst voor afwijzing. Ja, Blijf je gewoon doen wat je altijd al deed. Want dat is wat mensen van je verwachten. En toen ik oordelen opschreef. Was gisteren was dat een beetje anders. Toen heb ik dat een beetje anders aangepakt. Maar eigenlijk bedacht ik mij halverwege, wat is het grootste oordeel waar we allemaal bang voor zijn? Het oordeel van een ander. We zijn zo bang voor het oordeel van een ander dat we onszelf in een uh, keurslijf dwingen, waardoor dat we denken dat we veilig zijn voor dat oordeel van een ander. Is dit hier weer een pleidooi om de ander niet te steunen of te helpen? Nee, wat ben ik nu aan het doen? Ik probeer mensen bewust te maken van de dingen waar ze zich niet bewust van zijn, zodat ze zichzelf kunnen helpen. Het is niet erg om andere mensen te helpen, maar het is wel erg om alleen maar andere mensen te helpen en jezelf volledig te vergeten. En dus zelf uiteindelijk hulp nodig te hebben, maar het dan niet te vragen. En de meeste mensen die altijd klaar zijn voor een ander. Vragen zelf nooit om hulp. En het was een vriendin van mij die op een bepaald moment tegen mij zei: Jij bent wel vreselijk arrogant, hè? zei ze zo. En ik kreeg, ik voel het nog steeds. Ik kreeg zo een beetje rillingen en ik voelde ook mijn kaken op elkaar staan. Ik dacht: arrogant? Ik? Ik? Arrogant? Ik sta voor iedereen klaar. Ik zou, nou ja, mijn leven niet geven voor iedereen. Voor mijn kinderen misschien wel, maar. Ja, het was wel zo dat ik eh, bloed, en tranen ervoor over had. Maar waarom had ik dat er eigenlijk voor over? Natuurlijk wilde ik graag dat die andere mensen geholpen werden. En natuurlijk had ik een, een, een te groot hart en voelde ik met iedereen mee. Maar ik deed het ook voor een deel om mezelf te vergeten, om iets uit de weg te gaan. Voor een deel om de aandacht niet op mij te vestigen. Voor een deel om. Ervoor te zorgen dat ik er iets voor terugkreeg en ik hoefde er niks voor terug, maar te zien dat ik die mensen kon helpen, maakte dat ik mezelf belangrijk voelde. Ik heb soms het idee dat daarom mensen ook soms heel veel huisdieren hebben, omdat ze dan zichzelf belangrijk voelen. En huisdieren zijn fantastisch, want die luisteren altijd en je weet het altijd beter. Het is vaak om jezelf gelukkiger te maken. Zelfs al krijg je er niet direct iets voor terug. En je gaat te ver wanneer dat je niet voor jezelf zorgt, hulp nodig hebt en het niet vraagt. Eigenlijk klopt het wat ze zei. Ik was eigenlijk arrogant. Ik was eigenlijk arrogant omdat ik dacht dat ik het voor die mensen allemaal wel beter zou weten. En als ze allemaal naar me zouden luisteren... dan zou het allemaal goed komen. Want in je hulp ben je eigenlijk best wel... behoorlijk dwingend soms. Als je iedereen moet helpen en je komt tijd tekort... dan is de manier waarop je helpt... is niet voedend voor jouzelf. Die trekt je leeg. Dus eigenlijk ben je... Geweld aan het plegen op jezelf. Welk voorbeeld geef je dan? En ook weer, welk voorbeeld geef je aan je kinderen? Zou je willen dat je kinderen voor iedereen klaar stond... en dan s'avonds om twaalf uur helemaal van pampus op de bank liggen... en geen, uh, niks meer kunnen zeggen, niks meer kunnen doen? En na een paar jaar in de lappemand zitten... omdat je altijd voor een ander klaar hebt gestaan? Als het zo extreem is... Dan is het meestal zo dat daar trauma aan ten grondslag ligt. En als je schikt van het woord trauma, dan moet je um, zeker lid worden van de uh, community, want daar leg ik ook uit dat het grote woord trauma eigenlijk helemaal zo groot-groots niet is. Het gaat niet altijd over de grote dingen. Het gaat juist over die kleine dingen die je heel normaal bent gaan vinden. Er zijn kinderen die opgroeien met ouders die niet voor zichzelf kunnen zorgen. En voor hun ouders gaan zorgen, hun hele leven lang. Daar nooit één woord aan besteden. Zelfs zien dat anderen dat niet doen. En het toch normaal vinden dat ze dat moeten doen. Dat ze dat moesten doen, als klein kind al. He, dus dat is, dat is waar we mee vergroeien. Op het moment, en ik, dit noem ik een trauma. Als je zo opgroeit, dan is dat een trauma, terwijl dat niet één gebeurtenis is. En je bent ook niet in elkaar geslagen. Um, je, bent alleen, je hebt alleen geen plek gehad als kind. Je hebt niet mogen. Um, mogen spelenderwijs mogen leren wat er eigenlijk belangrijk is in het leven. Wat belangrijk is in het leven is jou als het ware ingegoten of ingepompt of ingeslagen. Niet letterlijk misschien, maar soms ook letterlijk. En telkens weer herhaald. Je bent als het ware in die hypnosefase, die eerste acht jaar, maar eigenlijk voortdurend, uh, uh, ja, is die spons, heeft die spons alleen nog maar meer informatie opgepakt en is dat herhaald en herhaald en herhaald. En dan is het je gewoon eigen geworden. En dan is het normaal dat je uh, die dingen gewoon doet zonder mij na te denken. Maar pas op, want er is een dieper bewustzijn, een diepere laag in jouw bewustzijn, dat al op hele jonge leeftijd eigenlijk in de gaten heeft dat het niet normaal is. Maar je hebt geen keuze. En je besluit op een bepaald moment, en dat is niet iets wat je. Uh, letterlijk hardop besluit, soms wel, ik heb, het, ik heb het wel gedaan. Hardop besluiten dat dit normaal is, gewoon om te overleven. En je ziet wel om je heen dat het anders kan, maar jij hoort nu eenmaal bij die tribe. Je hebt ook geen keuze als kind om zomaar ineens je koffers te pakken en te vertrekken. Ja, hoe verwerk je een trauma? Dat is een vraag die even tussendoor komt. Dat is een even zo grote vraag als wat is trauma? Dat is iets waar je langzaam maar zeker een breder perspectief op moet ontwikkelen... om te kunnen bepalen hoe jij jouw trauma verwerkt. Want voor iedereen is dat op een andere manier. En inderdaad, eerst en vooral moet je je bewust zijn wat trauma is... En wat het trauma wat, jij, wat jou is overkomen, als je, dat, als je daar bewust van bent, wat dat veroorzaakt heeft voor in jouw denken en in jouw doen, wat je normaal bent gaan vinden, wat je misschien nu eventjes niet meer normaal kunt vinden omdat je het van op een afstand bekijkt. En dan heb je de keuze wat je daarmee wil doen. Maar hoe dan ook ga je van trauma altijd in je dagelijks leven de effecten. Van merken. Je gaat een bepaalde gevoeligheid voor bepaalde onderwerpen merken bij jezelf. Uh, dingen die je liever uit de weg gaat, dingen die woede opwekken, die verontwaardiging opwekken. Ik ga even iets zeggen dat is misschien heel grof weg. Als het emoties oproept, grote emoties, dan weet ik zeker dat er een trauma aan ten grondslag ligt. En als je telkens over dezelfde onderwerpen, dezelfde emotie krijgt en je gaat het liever uit de weg, of je hebt de neiging om iemand zijn kop in te slaan, bij wijze van spreken zo woedend dat het je maakt, of het maakt je intens verdrietig, dan ligt daar een trauma aan de grondslag. En die zijn emoties, in die zin zijn emoties voor ons een soort van uh, zwaailichtjes. Zodra er een emotie zo groot is dat je er, dat je er bijna niet tegen... Uh, ja, je moet eraan gehoorzaam als het ware, het is eruit voordat je het erg in hebt, dan. Uh, ja, dan spreek je van een trauma. En. Ja, ik ga nu iets. Ik ga nu iets persoonlijks vertellen. En dat gaat over een van mijn kinderen. Ik ben gescheiden. En uh, ik ben opnieuw getrouwd. We hebben een ineengeschoven gezin. Oh, excuses. En. Uh, het is net de familie Dalton. Mijn oudste is 20. Dan heb ik een dochter van 18. Dan nog eentje van 16, 14 en 12. En. Uh, Een van mijn kinderen heeft. Uh, de, de neiging om voortdurend te middelen tussen beide ouders. Terwijl dat nooit aan haar gevraagd is in elk geval niet door mij. Het gaat tussen de beide ouders nog steeds niet goed. Dus het trauma is nog steeds. zeg maar, de triggers zijn nog steeds aanwezig. Ik zou willen dat het anders was, maar het is nu eenmaal zo. Je hebt twee partijen nodig om het op een goede manier te doen. En. Uh, een van mijn kinderen, dus, uh, die heeft regelmatig de neiging om op te komen voor degene die het zwakste lijkt. En daarmee kan ze soms heel ongenuanceerd en ook heel onhandig zich plotseling bemoeien met iets waar ze zich eigenlijk niet mee hoeft te bemoeien, maar ze kan haar mond niet houden. Dan heeft ze het gevoel dat ze moet opkomen voor die persoon. En ze beseft eigenlijk. Dat dat helemaal niet hoeft voor haar en dat ze er ook niet gelukkiger van wordt. En waarom dat ze dat doet, die vraag is enorm lastig. Het patroon herkennen is enorm lastig. Het moet heel vaak voorkomen, wil je vervolgens het patroon kunnen blootleggen. Je moet er je dus langzaam maar zeker bewust van zijn. En voor een deel is het ook een stukje eerlijkheid naar jezelf toe. Om jezelf echt zo te bekijken van, oh, doe ik dat? Ik ga er eens op letten. En dan kom je erachter, ah ja, inderdaad, ik doe als het over dat onderwerp gaat, telkens hetzelfde. Ik heb de neiging, en neiging zegt niet voor niks. Een neiging kun je moeilijk tegenhouden. Je kunt het tegenhouden, maar dan moet je de kop indrukken. Maar het is iets wat opkomt en waar je uh, een soort van trekkracht van voelt. En dan moet je plotseling, moet je het wel doen. Je moet iets doen, of je moet iets zeggen, of je moet iets niet doen. Je kunt uit angst die neiging hebben om terug te trekken. Als dat altijd over die verschillende situaties die op elkaar lijken gaat, dan, um, dan kun je spreken van een traumaspoor. En in dit geval is dat dus zo. En als ik aan mijn dochter vraag van, maar zie je het spoor? Ja, ja, ik zie het wel, maar ik heb geen zin om daarmee bezig te zijn. Dat is een goed recht. Dat is niet de manier waarop je het trauma oplost, maar dat is haar goed recht. Het is super lastig om dat als moeder te zien. En zeker als je gewend bent om daarmee te werken. En als je weet hoe, welke, welke stappen dat je vervolgens kunt maken. En zeker als je nog zo jong bent. Maar als iemand het zelf wel ziet, maar dat niet aan wil werken, dan. Blijft iemand bewust onbewust. En dan kan dat nog jarenlang duren. Het kan ook zijn dat zo iemand zich wel bewuster van wordt en dat het begint pijn te doen. Dat iemand zich erover begint te schamen, dat zij zich erover begint te schamen bijvoorbeeld. Als ze het liever wegstopt. Op dat moment is ze eigenlijk tijd aan het verspillen en dat is wel wat wij doen. Als je heel eerlijk bent. Ik denk dat er heel wat mensen zijn, ook die mijn praktijk uh, voorbij komen en met wie ik werk, dat die mensen eigenlijk, eigenlijk best wel weten hoe dat het zit. Maar dat het soms te pijnlijk is om het onder ogen te komen. En daar heb je soms een beetje begeleiding bij nodig. Wat daarvoor nodig is, is iemand die niet, uh, geen belangen bij jou heeft. En die toch kan zien welke tegenstrijdigheden dat je laat zien. En waar je jezelf pijn mee doet. Want eventjes terug naar het oordeel van die ander. Waarom is het zo moeilijk? Van de buitenkant kunnen we niet zien wat het verhaal van iemand is. We kunnen aan een tafel zitten met 15 of 20 hartstikke leuke mensen die een leuk gesprek hebben met elkaar. Die alle twintig een heel naar verhaal te vertellen hebben. Maar die een bepaalde manier hebben gevonden om met elkaar om te gaan en een leuk gesprek te hebben. We kunnen het niet aan elkaars voorhoofd zien. Het, het staat niet af te lezen. Al hebben we dat gevoel van wel. Al vinden we zelf dat we die tekenen wel vertonen. Maar we zullen het nooit van iemand te horen krijgen. Dat is te gevoelige informatie. En als je dan met iemand werkt die niet bij jou betrokken is, maar wel met jou um, meevoelt en die um, het beste met je voor heeft en die eerlijk op een vriendelijke manier kan zeggen, dat is wat ik zie gebeuren iedere keer, dan heb je iets om over na te denken zelf en dan heb je een keuze om er iets mee te doen. En dat je ook informatie krijgt, achtergrondinformatie, dat je niet de enige bent. Ik heb laatst nog iemand, uh, kreeg ik nog een, een smsje van iemand die zeer opgelucht was in de community om te lezen dat hij um, zo gek nog niet was. Dat hij eigenlijk helemaal niet gek was. En dat hij anders was, maar dat hij niet alleen was. En reken maar dat je niet alleen bent. En er zijn er vanavond hier ook weer genoeg. Zelfs op dit late tijdstip. Een mooi tijdstip om hierbij stil te staan overigens. Dus het zit hem in het gewone, dat ongewoon is. Wat is er mis met het oordeel van een ander? En hoe heeft trauma daarmee te maken? Als je onverwerkt trauma hebt. Dan wordt het oordeel van een ander vele malen belangrijker. Dus hoe zwaarder het trauma is, hoe meer dat we naar buiten gericht zijn. En tegelijkertijd zijn we enorm gevoelig. En zijn we ook minder stressgevoelig. Of zijn we minder stressbestendig? We zijn juist heel stressgevoelig. We kunnen minder goed schakelen. We zijn alsmaar buiten onszelf bezig. En ik zeg ik heb hetzelfde gedaan. En ik beschouw mezelf als, als alle anderen. We zijn zo buiten onszelf bezig dat we onszelf kwijtraken. En omdat we in die eerste acht jaren die spons zijn, daarna ontwaken we eigenlijk een beetje en gaan we eigenlijk zien wat er gebeurt. Maar voor een, voor een deel zijn we er al mee vergroeid. Dus onze blik is niet helder meer. En als onze blik niet helder is, dan blijven we voortdurend in hetzelfde cirkeltje draaien. En dan kunnen we ook niet aflezen wat die ander eigenlijk laat zien. Ik moet echt een paar voorbeelden geven, want ik heb het laatst nog opgeschreven en toen dacht ik, ja, het, het, het werkt zo. Als je, als je altijd maar. Buiten jezelf aan het kijken bent naar, doe ik het goed zo? Um, stoot ik die andere niet voor zijn, uh, voor zijn, uh, voor zijn kop? Um, is het, uh, ik ben eventjes aan het zoeken. Is het, uh, ja. Um, zou die ander boos op mij worden? We zijn allemaal zo bang dat mensen boos worden. Um, we schamen ons een beetje. Als we, als we daar nog mee rondlopen, onder onze armen lopen en we weten niet wat we ermee moeten. Besef even goed dat iemand die loopt te roepen tegen jou, of iemand die boos wordt tegen jou, dat hij hetzelfde doet als jij. Ook die persoon kijkt naar de buitenwereld, ziet de ander en leest die af. Hoe vaak dat ik, um, als ik een, een rustig gezicht heb, omdat ik de situatie overschouw, mijn eigen gevoelens kan observeren en de behoefte voel van die ander, hoe vaak dat die ander dan tegen mij kan zeggen: Kijk eens, niet zo zelf ingenomen. Wie denk jij wel dat je bent? Als je daar gevoelig voor bent, dan wordt de ban onmiddellijk gebroken. Maar waarom zegt die persoon dat eigenlijk? Omdat die persoon ook bang is voor het oordeel van de ander. En ik vond dat een van de grootste eye-openers voor mezelf. Ik kon wel voortdurend naar buiten kijken en was bang voor het oordeel van de ander en wilde voorkomen dat hij boos werd of wilde voorkomen dat, die, uh, ja, dat de situatie uit de hand liep. Maar dat was mijn manier van kijken. Maar die persoon keek zelf misschien ook wel zo naar mij of naar anderen. Maar je bent eigenlijk nog een kind. Als je opgroeit, ben je voortdurend vanuit dat perspectief van dat kind. dat in een onveilige situatie is opgegroeid. ben je aan het kijken. Zelfs als volwassene. Als ik aan de marktkraam stond. en ik weet het nog heel goed. het regende en ik had een gele regenjas aan. En iedereen om me heen was in het grijs en in het zwart en het topen en allerlei. Ja, allerlei sombere kleuren. Ik ben nu eenmaal iemand die graag van, van kleur houdt. Ik heb iets grijzigs aan voor mij doen. En ik stond daar en ik werd voortdurend overgeslagen. Iedere keer weer ging er letterlijk iemand op mijn tenen staan en ging voor mij. En niemand zag me staan, niemand van de mensen om me heen en niemand aan de kraam. Niemand zei eens: die mevrouw in dat gele regenjasje. Ik voelde me zo ongelooflijk over het hoofd gezien. Ik kon twee dingen doen. Het eerste traumaspoor is huilen. Ter plaatse verdrietig worden. Terugtrekken, met mijn schulpje trekken. Tegelijkertijd ook wel boos worden op de situatie en op de mensen dat ze je niet zien. Of ik kon echt woedend worden en de mensen de les lezen. Luister, ik sta hier al. 10 minuten, kwartier, twintig minuten en jullie slaan me allemaal over. Wat zijn jullie voor onbeschofte mensen? Of wat zijn jullie voor vreemde mensen dat jullie me zien, niet zien staan? Verontwaardigd iets roepen omdat je je niet kunt voorstellen dat die mensen je echt niet zien staan. Maar de mensen zien je echt niet staan. En als je nog steeds vanuit het perspectief van dat gewonde kind kijkt, dan is het enige wat je maar voelt is, zie mij, zie mij en zie mijn behoefte. Ik wil hier gewoon gezien worden en ik wil dat er rekening met me gehouden wordt. En je ziet de wereld eigenlijk zo vanuit dat egocentrische, kan niet anders, egocentrische uh, viewpoint, dat je, dat er geen ruimte is voor iets anders. En voeg daaraan toe het feit dat jouw uh, brein zich anders ontwikkelt. en dat je geen, überhaupt geen brede perspectief uh, hebt ontwikkeld. en dat je stressgevoelig bent. dan kun je niet gemakkelijk schakelen. Je kunt niet vanuit de ander gaan kijken. hoe dat hij over jou uh, oordeelt op een neutrale manier. Maar voor mij was het wel een eye-opener dat niet alleen ik dit doe, maar dat andere mensen dit ook doen. Op dit moment is er een discussie gaande in de achtergrond. Ik weet niet of andere mensen het storend vinden, dat mag voor mij hoor. Maar um, wat wil je graag? Wil je dat ik graag inga op wat er allemaal gevraagd wordt? Er wordt vaak iets over het innerlijk kind gezegd, bijvoorbeeld. En ik heb het juist over dat innerlijk kind. En hoe doe je dat? Hoe. Hoe ga je daarmee om met dat kind in jou wat gewond is? Hoe ga je daarnaar luisteren? Dat is een onderdeel van jou, maar dat ben je niet volledig. Dat is een stuk van jou wat zich niet verder heeft ontwikkeld, maar wat nog steeds van invloed is op de manier waarop je in de wereld kijkt. Dat innerlijk kind wat gewond is, kan goed de beslissing hebben gemaakt, maar hij voorkomt dat niet meer. Ik zorg voor anderen. Ik zorg dat ik klaarsta, dat ik niks verkeerd doe. Ik zorg dat het altijd perfect is, dat ik perfect ben, dat ik altijd vriendelijk ben, dat ik nooit klaag. En als ik klaag, dan klaag ik maar een beetje, terwijl ik dan eigenlijk al gewoon ziek in mijn bed moet liggen, bij wijze van spreken. En ondertussen ben ik verdrietig over het feit dat niemand me ziet, terwijl ik er zelf voor zorg dat ik niet, dat ik niet meer gezien word. Omdat ik voor alles en iedereen klaarsta. Ben ik een soort gewoonte voor mensen geworden? Ik heb nooit een eigen mening. Als mensen vragen wat ik graag wil, zeg ik: Het maakt mij niet uit, want ik wil me aanpassen. Ik wil voor niemand problemen opleveren. Dat is een zwaar traumaspoor en zo was ik ook. Ik zei nooit iets als niets aan mij gevraagd werd, hoor mij. Nu praat ik iedereen de oren van de kop. Je ziet het niet dat het een traumaspoor is, maar het is wel een traumaspoor. En voor je het weet heb je het doorgegeven aan je kinderen. Als je het gaat zien, dan ga je voor die delen, die hebben besloten, zo gaan we het doen, ga je moeten zorgen. Want het is niet maar alleen maar het innerlijke kind dat gewond is waar je voor moet zorgen. Het is ook het stuk wat dat innerlijke kind beschermd heeft. Het stuk wat is opgestaan en dat misschien net iets ouder is en dat besloten heeft, zo gaan we het doen. We gaan voor ons vader en moeder zorgen. We gaan ervoor zorgen dat ze nooit ruzie hebben. We gaan ervoor zorgen dat ze niet meer geslagen wordt. We gaan zorgen, uh, we gaan maskeren dat uh, ons vader dronk en dat er overal rotzooi ligt. We gaan het maskeren voor de buitenwereld. We zorgen ervoor dat we geen vriendjes uitnodigen, want bij ons kunnen ze dat maar beter niet zien. Je weet het eigenlijk diep van binnen als kind al dat er iets niet klopt, maar je moet kiezen voor je tribe. Je moet kiezen voor degene die jou verzorgen. En dat innerlijke kind is een stukje van jou dat altijd bij jou zal aanwezig zijn, dat er altijd is. Ja, dat is intens. En toch ik wil eventjes want dit is, een, dit is eigenlijk een, een ander stukje dan alleen maar zuiver over oordelen. Ik loop eigenlijk al vooruit, maar dat komt door de discussie die op de achtergrond is geweest. Wat heel belangrijk is om te weten, is je moet niet alleen stoppen of je moet niet stoppen bij het bezien van je traumaspoor en wat het heeft aangericht en welke delen van jou nog heling nodig hebben. Je, doordat je dat pad opgaat, doordat je daarmee bezig bent, hoef je niet helemaal geheel te zijn om toch het gevoel te hebben dat je al richting aan je leven bent geven, aan het geven bent, die de andere kant uit gaat. Je bent letterlijk een zwaar vrachtschip aan het keren. En dat doe je niet zomaar in één keer. Een speedboot die draai je met een ruk om en je bent de andere kant uit aan het varen. Maar als je al een tijdje op koers bent en er komt steeds meer gewicht bij, dan zul je verstandiger en stapje voor stapje te werk moeten gaan. En dan begin je dus bij zulke eenvoudige dingen als: ik durf bepaalde dingen niet te doen, ik durf bepaalde dingen geen nee tegen te zeggen, ik durf bepaalde dingen niet te zeggen. Of ik heb geen mening. Ik weet het niet. Ik kan niet kiezen. Dus um, er zijn verschillende verborgen sporen van trauma die niet altijd meteen voor iedereen duidelijk zijn en ook voor jou zeker niet, omdat iedereen eraan gewend is in je omgeving en jij ermee vergroeid bent. Terug naar dat oordeel over die ander. Als we voortdurend letten op anderen, omdat we bepaalde dingen willen voorkomen, willen zorgen voor anderen, um, voor onszelf ook willen zorgen dat, uh, dat, we, dat we veilig blijven terwijl we niet veilig zijn, dan kunnen we bepaalde emoties bij andere mensen soms wel eens verkeerd gaan aflezen. We zijn aan de ene kant heel gevoelig voor elke wenkbrauw die omhoog gaat, voor elke. Intonatie in een stem die verandert. Dat is niks slechts aan, maar we moeten heel goed beseffen dat dat gedreven wordt en ja, veroorzaakt wordt door een onverwerkt trauma. Door datgene wat we hebben meegemaakt. En als we dat beseffen, dan leren we dat er ook een andere manier is om daarnaar te kijken. En dan ontstaat er opening. Als we beseffen en ook aan de lijve kunnen ondervinden. Door directe waarneming dat het ook anders kan en dat we het niet altijd goed hebben, dat we niet 100% gelijk hebben, dan verandert het oordeel wat we hebben over die andere mens met zijn oordeel over ons. Het is, het is moeilijk om uit te leggen, maar ik kan. Stel nu dat ik jullie allemaal zou kunnen zien en jullie zouden allemaal gaan geeuwen op dit moment. En misschien doen jullie dat wel, maar ik zie dat niet. Als ik dat zie, dan kan het bij mij de gedachte oproepen van, oei, ze vinden het niet interessant. Ja, het wordt gewoon later. Ze vinden het niet interessant. Ik moet het over iets anders hebben. Ik moet het leuk maken. Ik word onzeker dan op dat moment. Terwijl wat ik aan het zeggen ben in principe wel goed is. Maar mensen moeten geeuwen en mensen zien elkaar en gaan geeuwen. Ik moet misschien wel helemaal niet iets aanpassen. En het wordt misschien wel helemaal niet oninteressant gevonden. Dus als ik dat aangepast op basis van wat ik zie en wat ik dus interpreteer als waarheid, dan ga ik volledig op mijn interpretatie, op mijn perceptie van wat er gebeurt. Terwijl dat niet 100% de waarheid is. En dat is iets wat je als je trauma in je systeem hebt, veel te snel doet. De persoon die normaal binnen vijf seconden terug sms't en nu een hele dag niet. Oh jee, we hebben iets verkeerd gezegd. Ja? De persoon die lullig reageert en we denken, oh jee, het ligt aan ons. Want we hebben dus een vraag gesteld, maar wat blijkt, vlak daarvoor heeft ze een belastingbrief gekregen met een hele hoge boete die ze terug moet betalen of zo. Verwacht geen vriendelijk antwoord, maar je weet dat niet. En we weten dat eigenlijk wel, maar we gaan zo snel gaan we af op het oordeel wat we denken dat die andere persoon van ons heeft. En soms lijkt het wel alsof we dat doen uit voorzorg om ons normale gedrag van te kunnen. Uh, serveren, te kunnen gedienstig zijn en, en te proberen te, te helpen. En vooral geen eigen mening te hebben, om dat gedrag maar te kunnen blijven volhouden. Omdat dat is wat we kennen. We zijn eigenlijk een beetje vergroeid en verslaafd aan de manier waarop we ermee omgaan. Met de mensen en met onze omgeving. En we willen er eigenlijk oh zo graag vanaf. En weet je waarom? Omdat dat gewonde kind. En al die andere delen die gewond zijn. Nog steeds in ons zit en eigenlijk tegen ons zegt: hé, hey, hallo, wordt het onderhand niet eens tijd om ons allemaal voor te stellen? Wij zijn er ook nog en wij moeten altijd weggestopt worden. Het is altijd dezelfde persoon, dezelfde persoonlijkheid die naar voren geschoven wordt. Oké. Okay. Wat ik eigenlijk uh, nog even wilde doen, want ik ben behoorlijk aan het meanderen. En uh, toch ook wel weer wat dingen aan het zeggen die ik wilde zeggen hoor. Dat is op zich niet zo erg. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is de vraag te stellen: Hoe zou je zijn zonder oordeel? Hoe zou je zijn als er geen oordeel was? Als er van de ander geen oordeel was over jou, als je in een omgeving kwam. Waarin dat je mocht zijn wie je bent, ongeacht. En ook voor die ander geldt dat. Zonder oordeel, zonder verwachtingen en toch nieuwsgierig naar wat zich ontwikkelt. Hoe, hoe zou je zijn? We zouden in elk geval de absolute garantie moeten hebben. Dat is wat ik vroeger te, meteen zou hebben gezegd. De absolute garantie moeten hebben dat we ook echt mogen zijn zoals we zijn. En dat we niet worden aangevallen. En dat er uh, niet met dubbele tong wordt gesproken. Dat iedereen weliswaar eerlijk is. Maar dat iedereen ook vriendelijk is. Hoe van jullie hebben. Moeite met grote complimenten, bijvoorbeeld. Complimenten die je krijgt van mensen. Of mensen die zeggen: Oh, wat zie je er fantastisch uit? Of Oh, je bent zo geweldig? Of Oh, je bent een mooi mens. Een stukje van mij heeft daar nog steeds moeite mee. Ik wantrouw het. Want ik denk: Ja, ja, je zou me eens echt moeten kennen. Dan zou je zo niet denken. Dus eigenlijk is het oordeel wat wij hebben, of waar we zo bang voor zijn van de ander is eigenlijk het oordeel wat we over onszelf hebben. Dus als ik vraag hoe zou je zijn zonder oordeel, moet je eigenlijk eerst bij jezelf te graden gaan. Hoeveel oordelen heb je eigenlijk over jezelf? En wat zijn die oordelen? Ik vraag wel eens aan mensen, als jij je eigen beste vriend zou zijn, zou je dan nog steeds beste vrienden zijn? En dat is alleen maar een vraag die je zelf kunt beantwoorden. Een van de dingen die ik vroeger heel moeilijk vond, was mezelf even voor te stellen dat er niets van mij verwacht werd. Ik zeg dat heel vaak in de community: hè? je bent hier voor je energie en niet voor wat je kunt, en niet voor wat je doet. Er wordt niets van je verwacht. Wat doet dat met je als er niets van je verwacht wordt? Ja, dan gaat ook nergens over. Dan gaat het nergens, dan gaat het helemaal nergens naartoe. Ik wil wel dat er iets oplost. Ja, maar stel je voor dat de basis is dat niets moet gebeuren, maar dat alles mag gebeuren. Wat zou er dan gebeuren met je? Als je absoluut 100% de garantie voelde, hè? en voelen is het allerbelangrijkst, weten is maar een klein stukje, dat is de, de eerste laag. Weten, en echt weten, is diep van binnen voelen dat er niks van je verwacht wordt. Wat dan? Kan je het jezelf toestaan? Neem daar eens even de tijd voor om eventjes zo eens een paar seconden tegen jezelf te zeggen, er wordt nu niks van mij verwacht. En ik verwacht ook even niks van mij. Dat zijn twee verschillende dingen. Als er even niks van je verwacht wordt, kan je even een zucht van verlichting slaken. En al heel snel, weet ik zeker, komt het diep van binnen, diep van jou van binnen naar boven, dat je het super moeilijk vindt om niks van jezelf te verwachten. Altijd moeten we onszelf verbeteren, altijd moeten we iets doen, altijd moeten we een actie doen om beter te worden. Wat als we dat nou eens niet zouden doen? Als, wat als we daarmee zouden stoppen om onszelf te verbeteren, maar gewoon naar onszelf te kijken en te luisteren zonder oordeel? Wat als we nu eens gewoon niet alleen liefde brengen naar dat innerlijke kind wat gewond is, maar liefde brengen naar het mooiste stuk van onszelf? En dan komt er een stuk op van onszelf wat we misschien liever niet zien. En daar brengen we ook liefde naartoe. En misschien geen liefde, want er zijn mensen die zeggen: ja, ja, liefde naartoe brengen, hoe moet ik dat doen? Maar liefdevolle aandacht is niet zo moeilijk om naar iets toe te brengen. Een ai over een, een, een kat bijvoorbeeld, als je katten leuk vindt, of honden, of weet ik veel wat, is liefdevolle aandacht. Kun je liefdevolle aandacht geven aan die stukken van jou, die je allemaal kent, aan het boze stuk van jou? Aan het stuk van jou wat weer eens iemand voor rot gescholden heeft of iemand diep van binnen voor rot scheldt. Of het stuk van jou wat ontevreden is en wat eigenlijk staat te stampvoeten op de grond. Zo wil ik het niet. Het stuk van jou wat geen zin meer heeft om zo te leven. Het stuk van jou wat zelf medelijden heeft omdat het zich zo alleen voelt. Kan je liefdevolle aandacht naar die stukken brengen? Zonder ze te veranderen. Ons gevoel is de grootste barometer en onze richtinggever. En dat is wat we altijd overslaan, ons gevoel als richtinggever. We willen er eigenlijk zo snel mogelijk van af, want we voelen ons vaak niet op ons gemak daarmee met ons gevoel. We weten niet wat we ermee moeten, we duwen het weg. Terwijl ons gevoel ons heel veel kan leren. Als we daarmee beginnen en we kijken daar met liefdevolle aandacht naar, zonder oordeel, zonder dat we er iets mee willen, dan kunnen de meest fantastische dingen ontstaan. En dan kom je achter dingen die verborgen zitten. Die je niet kunt, zomaar kunt bedenken of vertellen. Het zijn de dingen die je niet vertelt. Ook niet tegen jezelf. Want we vertellen onszelf elke keer iets anders. We negeren ons gevoel en dat is het effect van trauma. We kunnen niet op onszelf vertrouwen. Niet op onszelf vertrouwen. Ook een mooie. Ik heb het, al, uh, ja, ik heb het eigenlijk zo in vogelvlucht wel over de meeste dingen gehad die te maken hebben met oordeel. En ik hoop dat je een aantal dingen hebt kunnen aan elkaar, hebt kunnen koppelen en bij jezelf hebt kunnen voelen. Um, het is niet alleen geen tijdstip en ook geen medium om daar heel diep op in te gaan persoonlijk. Maar het is wel voor iedereen is het een beetje anders. Niet alleen is het verhaal anders, maar ook de manier waarop een persoon erin is gedraaid, zo ook eruit kan draaien. En dat vereist de blik van iemand die uh, geen belang bij je heeft, en die bewust is, die zelf zeer bewust is van patroon in het algemeen, die dingen herkent, gemakkelijk herkent, en uh, uh, zonder er zelf in te raken. He, dus moest ik mee uh, emotioneel met iemand zijn, dan raak ik mee in de emotie en kan ik niet meer neutraal zien. En zo iemand heb je wel nodig, iemand die neutraal kan zien. He, dus de vraag, wat heb je nodig? Jouw eigen bewustzijn natuurlijk, jouw eigen um, aanwezigheid. Maar uh, vaak heb je ook de blik van iemand anders nodig, de vlieg op de muur. En het kan zijn dat die persoon. Bepaalde delen van jou ziet waar jij je heel hard voor schaamt. En dan kan je dat wegstoppen, maar dat wegstoppen is een traumaspoor. En op het moment dat dat wordt opgemerkt, op een liefdevolle manier, dan kan je er samen aandacht naartoe brengen. En dan kan je voelen: ah ja, dat is ontstaan toen ik nog maar zo jong was. En dat was een oplossing toen, maar dat is nu geen oplossing meer. En zo los je dat op, nu op een volwassen manier. En natuurlijk zit je nog met de, de rafels en de, en de flardes en de emoties die erbij horen. En die vaak ook in elkaar grijpen en elkaar versterken. Ook al hebben ze soms niks met elkaar te maken. We moeten dus opnieuw leren luisteren, met heel veel nieuwsgierigheid. En natuurlijk gaat dat gepaard met angst, want oi oi oi. Misschien wordt er wel iets van mij duidelijk waar ik zelf niet tegen kan, en dat is de reden waarom je het liefste voor jezelf het verscholen houdt. Dat is iets wat de geest bijna voor jou gemaakt heeft. Het heeft als het ware een soort labirint gemaakt, waar je iedere keer weer denkt in hetzelfde stuk uit te komen, en toch ben je aan het wandelen. Pas wanneer dat je daar weet van hebt, kun je uitzoomen, het labirint zien en jezelf navigeren. En het mooie is dat je uiteindelijk altijd ergens uitkomt. Als je daar zelf mee aan de slag gaat, blijf je in cirkeltjes draaien. En je blijft voor jezelf maskeren wat je eigenlijk zou moeten weten, maar wat je niet onder ogen durft of kunt zien, omdat het te groot voor je lijkt. Nou, een van de dingen die we in de community leren is, er zijn meer mensen zoals jij en ik. En ik ben al een aantal stappen verder. En ik kan luisteren naar wat jij niet zegt. En ik ben enorm nieuwsgierig op de juiste manier. Liefdevolle aandacht brengen, omdat ik het me niet persoonlijk aantrek. Ook iets wat een groot traumaspoor is. Je alles persoonlijk aantrekken. Alles is altijd jouw schuld. Kom ik weer terug op die vriendin. Als alles altijd jouw schuld is, dan kan het ook een kwestie van arrogantie zijn. Blijkbaar zit jij overal tussen. En hoe komt het dan dat als het goed gaat dat het niet jouw toedoen is. Dan heb je liever niet dat iemand daar iets van zegt. Dat is eigenlijk een beetje valse bescheidenheid. Het opzoeken van problemen, verslaafd zijn aan die slachtofferrol. Verslaafd zijn aan de problemen en aan het focussen op de problemen. En daar kun je niks aan doen. Zo is je brein getraind en je moet je brein onttrainen, je moet je brein eigenlijk iets nieuws leren. En het gebeurt met dat gedichtje wat ik in het begin voorlas: het besluit dat je neemt, dat het nu genoeg is en dat je eigenlijk je tijd aan het verdoen bent en dat je beter kunt gaan spelen omdat dat je meer oplevert.